Ja, beste mensen, ik zit hier in het Zuiderpark in het zonnetje, op de Bloemenberg noem ik het altijd. Dat is vlakbij mijn oude huis, op de Gooilaan nummer 2. Nou ja, waarom is dat zo'n ramphuis, dat huis op de Gooilaan nummer 2? Nou, dat zal ik u uitleggen. Ik ging dat huis in en ik werd direct doodziek. Binnen 6 weken was ik invalide. Dus toen ik dat huis inging, dacht ik bij mezelf, ik ga lekker de hele boel schoonmaken en zo. En ik ga dit, ik ga dat, ik ga zo, ik ga zo. En ik was toen al behoorlijk ziek hoor. Er was een hoop met mij aan de hand, maar daar babbelen we nu niet over. Dus ik ga dat proberen en ik maak 1 zo'n kastje schoon in de keuken. En ik ben helemaal uitgeput. Ja, ik wist niet waar dat dan lag. Dat schoonmaken, dat ging gewoon even niet gebeuren. Dus ik was gewoon, en toen begonnen de astma aanvallen. Gewoon 3, 4, 5 astma aanvallen, dag en nacht. En allerlei gekke dingen, depressie, noem maar op. Ontstekingen, alles werd ontstoken. Hier mijn voorhoofd, mijn neus, de hele boel ontstoken. Alleen maar omdat ik dat huis op de Gooilaan nummer 2 binnengewandeld was. En omdat ik daar was gaan wonen. De ellende begon direct. Ambulance aanrijden, ambulance afrijden. Hoeveel keer hebben ze mij met de ambulance opgehaald? Meer dan 10 keer, 15 keer. In mijn huis gewoon 4, 5, 6 keer. Ambulance, dokter, van de ene naar de andere dokter. Ik had minimaal 2 afspraken met een dokter elke week. Hè. Meer dan 2 afspraken deed ik niet. En dan liet ik de dokter voorgaan die levensbedreigende dingen behandelde. Dus ik dacht alleen maar van, is het wel of niet levensbedreigend? Anders ging ik niet eens naar de dokter toe. Ik merkte aan mijn huisarts dat hij helemaal niks snapte van wat er met me aan de hand was. Dus ik ging helemaal de put in. En het werd steeds erger, 8 jaar lang. Ik heb daar 6 jaar lang gewoon elke zomer plat gelegen. Nou, het eerste ziektebeeld waar ze achter kwamen was MCS. Dat had ik gehoord van Rick bij Florentia. Hij zei, jij hebt MCS. En die Rick aanhoren, ja, die komt met allerlei verhalen over MCS. Dat had hij zelf ook. In het begin geloofde ik hem niet. Hè. Ik heb zeker 2, 3, 4 maanden heb ik hem niet geloofd. Maar op een gegeven moment dacht ik, hij heeft toch wel gelijk met dat MCS. Maar ja, toen hoorde ik MCS, ziekte niet verzekerd en zo. Ja, en dat astma en depressie was mijn grootste probleem. En woedeaanvallen, ik had vreselijk veel last van woedeaanvallen. Dus, en ontstekingen overal. Ik begon overal te ontsteken en jeuk en nog eens jeuk. Dus dat was het begin van 12 jaar ellende. Wat heeft dat allemaal gekost? In de zorg heb ik gewoon meer dan 500.000 gekost. In de zorg, hè. Mijn bedrijf heb ik moeten stoppen. Dat heeft me ook gewoon 500.000 aan inkomsten gekost de laatste 10 jaar. En dat is 500.000 als ik langzaam werkte, hè. Als ik beter had geweest, had ik gewoon 1 miljoen verdiend. Of meer. Ik verdiende in Duitsland toen 200 euro per uur op de Duitse markt. Dus als ik aan een Duitser iets verkocht, die kocht altijd 5 keer zoveel als een ander. Dus het heeft mij gewoon in totaal meer dan 1 miljoen gekost. Dus 500.000 van mezelf en 500.000 van de overheid. En de oplossing, 0,0 oplossing. 0,0 oplossing voor 500.000. Terwijl je van de schimmelziekte voor 10.000 euro beter bent. Hè? Als ze je naar Amerika sturen, ben je voor 10.000 euro beter en dan weet je precies wat je doen moet. Maar ja, ze gaan je zelf behandelen. De ene na de andere verkeerde diagnose krijg je achteraf gezien. Het eerste wat mijn huisarts zei, die man is hypochonder.
Maar ja, dat hoor ik van die andere patiënten ook. Ze verklaren iedereen hypochonder. Als jij meer dan 10 klachten hebt, symptomen, ben je hypochonder. Ik had 70 klachten, 80 klachten. Dus 80 symptomen, 70 symptomen. Gewoon binnen 3 maanden nadat ik in een ander huis ga wonen. Dus let op waar je een huis huurt, want die makelaars die vermoorden je gewoon hoor. Over schimmels liegen ze dat ze hebben. Nou ja, noem maar wat.